Sinds jaar en dag leid jij de besprekingen in het Huis van Katoen en Nu over Heracles Proot. Hoe bevalt dat? Oh, dat bevalt echt goed. Gewoon leuk, ongedwongen. Ja, gezellig en een bakje koffie erbij. En iedereen mag binnenlopen. Je hoeft niet de lid te zijn van een of andere club of organisatie. Als je maar ergens een link hebt met Heracles, dan ben je van harte welkom. Het is volgens mij ook veel prettiger om voor een redelijk gevuld stadion te spelen. Ja. Dus ik zou proberen, en als je loopt, dan moet je het in elk geval zo doen dat je niet elke keer opnieuw loopt van de rijkant, dat ik elke keer kan. Ja. Nee, ik heb geen seizoenkaart, maar dat iemand elke keer kan en dat dan elke keer buiten de boot valt. Dan moet je één keer loten en dat moet je dan om en om doen, denk ik, want anders wordt het helemaal een paar euro. Maar volgens mij is het voor jullie stom te filmen dat je voor een leeg stadion speelt. Ja, als je dan een ereronde door een leeg stadion moet doen, ja, dat... Zeker in het begin, denk ik, ja. Ja, maar nu... Later dan zal winnen. Ja, het is nieuw natuurlijk, dus ja, dat zal absoluut winnen. Maar je ziet het ook wel in de Bundesliga. Ja. Als je ziet hoe daar, wat voor fouten daar gemaakt worden op dit moment, of toen ze nog speelden, bedoel ik. Ja, dat zijn de fouten die je in oefenwedstrijden maakt, waar geen druk op zit. Ja, dus je gaat net toch iets meer risico nemen dan dat je doet. Maar ja, ik denk echt dat er een stuk adrenaline wegvalt. Dan even over tafelpraat. Je hebt al heel wat gasten ontvangen hier in het Huis van Katoen en Nu. Kun je het een paar noemen? Ja, we kunnen wel een paar noemen. Vanmiddag waren Tim Breukers en Michael Brouwer te gast. Maar we hebben natuurlijk ook Van der Water al op bezoek gehad. Dessus, die helaas vertrokken is. Maar goed, in de loop van het gesprek kregen we het over de toekomst van Heracles. Iedereen heeft er het volste vertrouwen in. Dus dat zit wel goed. Het gaat niet alleen over spelers die nu nog bij Heracles voetballen, maar ook oudspelers komen hier aan bod. Ja, dat vinden we hartstikke leuk, want een beetje leeftijdsgenoten die dan ook zo binnenkomen lopen. Nou, officieel nodigen we sommige mensen uit, maar spelers, oudspelers, zijn van harte welkom ook om ook zomaar binnen te komen lopen. Kijk, in eerste instantie hebben we Arend Steunenberg voor de eerste bijeenkomst uitgenodigd. Spraakmakend man. De laatste keer was bijvoorbeeld Henk de Brink. Ook prachtig mooie anekdotes die jongens konden vertellen. Maar bij deze, ook al ben je niet uitgenodigd, je bent genodigd. Vertel even wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden. Oké, dat is op de laatste maandag. Dan hebben we weer een tafelpraat en die begint in het Huis van Katoen om 2:00. Nee, maar ja, er waren nog één keer in de 2 weken yoga. Dat deden we dan met het hele team. Dus ja, dan zie je elkaar op een klein beeldschermpje en iedereen doet zijn oefeningen. Ja. Maar ja, daar zit je met 30 man in één groep, zeg maar. Dus daar hebben ze het geluid uitgezet. Want anders krijg je natuurlijk ook zoveel ruis. Dus uiteindelijk praat je ook niet echt met elkaar, je doet je ding. En, ja, heb je het wel eens geprobeerd, Arend? He? Heb je het wel eens geprobeerd? Wat, yoga? Nee, maar dat trekt mij niet. Ik heb daar denk ik het geduld niet voor. Maar je moet het lichaam wel. Ja, lichaam wel. Dankjewel, Klaas.